deze nieuwe video. Mijn naam is Henky. Ik heb toch drie mooie diertjes hier opgehangen. Dit is Kwik, dat is Kwek en dat is Ronald. Maar leuk dat jullie kijken naar, deze nieuwe video. We gaan vandaag, ik weet niet wat we gaan doen vandaag. Dat is een beetje je ding. Maar leuk dat jullie er allemaal zijn. Kijk eens, de laatste tijd zeg ik heel vaak, voordat de video begint wil ik even iets laten zien. Dus voordat de video begint wil ik eventjes wat laten zien. Pauw, kijk eens. We hebben bijna de 100.000. Ik zeg het zo vaak, maar kijk nou. Nou zijn we er echt bijna. Nu is het echt nog minder dan 1.000 of zo. Het is zo ongelooflijk weinig. Dus check even of je bent geabonneerd. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan eventjes. En op het moment dat je op dat abonneerknopje drukt, comment dan even. Hey Henkie, ik ben geabonneerd. Wat leuk. En dan geef ik jouw reactie een hartje. Dan doen we dat en halen we samen bijna de 100.000. Dat vind ik wel heel leuk. Maar goed, het is vandaag tijd om, weet ik veel wat, met je rond te rijden of zo. Ik heb echt geen idee wat ik ga doen. Maar ik had gehoord dat er vandaag bij het vliegveld een nieuw model zou zijn of zo. Een nieuw vliegmodel. Dus ik dacht, laat ik erheen gaan. En althans, dat dacht ik. Ik denk, nu pas laat ik erheen gaan. En laat ik eens kijken naar het nieuwe model van het vliegtuig. Ah, daar heb ik zoveel zin in. Dus dan gaan we daar maar gelijk heen. Nou, jij hebt het tenminste overleefd. Nou, laten we naar het vliegveld gaan en kijken naar die nieuwe modellen. Daar heb ik zoveel zin in. Ik ben zo benieuwd. Nou, we zijn inmiddels bijna. We gaan natuurlijk Henkie's privé-ingang gebruiken die alleen Henkie mag en kan gebruiken. Je mag hier maximaal 15 rijden. Dus dat doen wij ook. We rijden niet harder dan 15 hier. Dat is de bedoeling. Daar was nog een hek. Zo, nou, ik weet toevallig dat hier ook een hek is. Dus laten we dit maar rustig aan doen. Sesam, open nu! Goed zo! Oké, laat ik eens zoeken naar dat nieuwe model. Ik ben zo benieuwd waar het model is. Ah, is dit hem? Nee, deze lijkt erop. Waar is dat nieuwe model nou? Dit is hem ook niet. Ik dacht dat er een nieuw model zou zijn. Nou, daar vind ik helemaal niks aan. Oh, kijk eens. Misschien daar om de hoek of zo. Nee, het is alleen maar dat gele rare vliegtuig. En daar zie ik ook helemaal niks bijzonders. Nou, hier vind ik helemaal niks aan, hoor. Ik ga het vragen aan iemand. Is hier iemand of zo die een... waarom staat daar zo'n auto? Wat raar. Dat vind ik een gek auto. Jij is zo klein. Hij lijkt wel een beetje op de auto's die ik altijd monteer. Maar dan vies rood of zo. Dat is wel een lelijke kleur. Vliegtuig. Weet jij waarom deze auto hier zo staat voor jouw neus? Oké. Okay. Oh, met op zich ben je wel een cool vliegtuig. Ik heb hier een keer zo'n groot vliegtuig gemonteerd. Ah, maar ik vind deze auto zo mooi. Wacht eens even. Wat nou? Als ik vandaag... Kijk eens, ik heb toch ineens zo'n goed idee. Weet je wat? Auto, ik ga tegen jou vertellen, want er is niemand anders tegen wie ik kan praten, omdat ik niet heel veel vrienden heb. Wat nou? Als ik nou die auto monteer, samengevoegd met het vliegtuig, en dan nul groter maak. Ja, dat vond ik nou ook. Dat leek me zo'n goed idee. Ja. En dan doe ik eigenlijk de auto. Moet dan ietsje groter. Een klein beetje maar. En dan moet hij die vleugels erop hebben. Misschien dat ik de vleugels dan nog groter maak. En dan moet hij hele grote wielen hebben. Dan ga ik van de motoren. Moet ik extra wielen moet ik hebben. Ik heb hele grote wielen nodig. Kijk eens. Wacht eens even. Ik weet precies waar ik die wielen kan halen. Oké, het autootje en vliegtuig blijft staan. Henkie is even wat wielen halen. En dan is hij zo terug. Doei. Oké, kijk eens. Weten jullie nog van heel lang geleden? Dat is echt best wel pas geleden. Dat ik met een monster truck helemaal hierheen vloog en zo. En die is toen in het water geland. Oh, hij is zo snel ook. Zullen we zo mee rondrijden? Yeah! Oh, nee! Oh, nee! Dat was niet de bedoeling! Nou, kijk. En ik dacht, weet je wat nou? Als ik... steen! Oh, kijk! Hij staat er nog! Ik zie visjes. Oké, kijk eens, hij staat er nog of hij drijft er nog, wat is het? En wat nou als ik nu deze wielen pak, maar die zijn misschien nog een beetje zelfs ietsje te klein hoor, die wielen, ik weet het niet. Maar misschien zijn ze ook wel goed, ik wil namelijk heel grandioos groot gaan werken. Oké, als ik deze wielen nou pak, en dan... Ja, oké, dat komt helemaal goed, ik ga ze meenemen, kijk eens. Laten we gaan. Nou, ik heb de wielen opgevouwen en in mijn achterpak gedaan, dat past allemaal hoor. Dat is gewoon een speciale monteerkracht of zo, geen idee. Dus laten we teruggaan naar het vliegveld, want ik heb de wielen. En dan ga ik toch wat leuks monteren. Dat gaan jullie echt heel leuk vinden. Nou, hoppakee joh, we zijn er weer bijna, dan gaan we hier doorheen. Dan driften we... Waarom gebeurt het altijd? Zo, nou, hoppakee, laten wij dan gewoon even gaan kijken hoor. Oké, auto, ik heb jou eigenlijk alleen als referentie nodig. Ik ga jou niet echt ommonteren, maar ik weet hoe jij eruit ziet. En dan ga ik een hele nieuwe versie van jou monteren. Twee keer zo groot, twee keer zo cool. En dan het vliegtuig zelf. Misschien dat ik ook wel zelf iets kan maken. Komt helemaal goed, ik ga iets heel cools monteren, kijk eens.
Is er hier genoeg ruimte? Ja, hier heb ik wel genoeg ruimte, vast wel. Nou, laten we beginnen. Ik heb alles al bij me. Het zit allemaal in mijn auto. Dat past gewoon. Dat is gewoon Henkie's monteur speciaal. Oké, kijk eens. Het heeft even een tijdje mogen duren. En ik heb verteld dat ik groots wilde werken. Ik heb gezegd, ik wil jou vergroten. En ik wil misschien wat grotere vleugels en zo. Alleen, ik heb het denk ik misschien ietsie te groot gemaakt. Hij is namelijk geworden zo. En dan zou je denken, oh, dat ziet er wel op zich groot uit. Maar hoe dichterbij je komt, hoe groter die is, hoe groter de wielen zijn, hoe angstjagender die is. En ik heb hem eigenlijk, denk ik, gewoon zelfs misschien in iets ietsie-pietsie te groot gemaakt. Hij is zeg maar, echt enorm. Ik kom er zeg maar ook bijna niet meer in. Dat is een beetje een probleem geworden. Hoe moet ik hierin klimmen? Ik denk dat ik via de wielen moet en dan zo op de... Ah, hoe moet ik hier nou in klimmen? Hier heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik kan er onderdoor en zo. Hij is zo ontzettend groot. Kijk eens, het is echt... Kijk, die wielen. Ik heb echt gewoon... Ik heb ze vergroot met een soort Henkie-spulletje. Maar dit is echt niet normaal. Ik ga er een testvluchtje maken. Geen idee hoe dit gaat aflopen. Ik weet het niet. Ik vind hem enorm. Dus hoe gaan we hierin... hoe gaan we hierin springen? Ik monteer even snel mijn springschoenen. Oké, kijk eens. Ik heb mijn springschoenen gemonteerd. Dus misschien kunnen we nu vanaf hier op de vleugel springen. En dan kunnen we er zeg maar in landen. Oké. Henk, dus Henkie springschoenen. Activeer in 3, 2, 1. Ja! En hoppakee. Nou, zo kunnen je springschoenen wel handig zijn. Nou, laten we dan even hierheen. Oh jee. Nou, zijn erop geland. Helemaal prima. Nou, dan gaan we die hier even af. Dit is het interieur. Als ik zeg maar van deze kant kijk, kan ik het goed zien. Nu zie je het al niet meer. Dus vanuit, dit is het interieur. Grote stoelen. Veel te groot stuur zit erin. Alles is eigenlijk veel te groot. Dat is een beetje het ding. Dus ik vraag me eigenlijk af hoe ik dit ga bevliegen. Maar we gaan het proberen. Moeten we instappen? We hebben ook een spiegel. Hij werkt. Niet dat er echt veel in de lucht achter me kan vliegen of zo. Misschien een vogeltje of zo. Ik heb tijdens het monteren van dit vliegtuig. Heb ik zeg maar dat poppetje. Dat vond ik zo leuk. Dit van Among Us, weet je, dat spelletje. Ik dacht, ik wil dat poppetje een keer in het groot monteren. En ik had nog groen spul over. Dus ik dacht, weet je wat, ik moet iets met mijn overige metaal en spullen. Dus toen heb ik die gecreëerd. En kijk, als ik zo in de auto sta, ik kan overigens gewoon in de auto staan. Heb ik hier nog meer mannetjes gemonteerd. Ik had zoveel van die spullen over. Ik dacht, weet je wat, dan ben ik een keertje niet alleen in de auto. Heb ik gezelligheid. Dus laten wij op onze stoel gaan zitten. En dan hopelijk kunnen we dit besturen. Ik heb geen idee hoe ik dit ga besturen. Nou, ik heb zoals jullie kunnen zien, volledig zicht heb ik. Daar is het stuur. Het ruit is daar, mijn ramen zijn daar, poppetjes zitten naast me. Ik heb al het zicht dat ik moet hebben. Dus laten wij naar achter gaan. Laten wij naar achter gaan. Ik ben zo benieuwd hoe deze gaat vliegen. Kijk eens. Ik ben zo benieuwd. Ik heb helemaal niet zoveel verstand van vliegende dingen. Maar toch gaat alles vliegen bij mij. Gaan we in onze achteruit naar de opstijgbaan. In onze achteruit naar de opstijgbaan. Dat is namelijk de meest essentiële manier om naar de opstijgbaan te gaan. In zijn achteruit. Nou, laten wij opstijgen. Eerst zonder Henkie Boostputten. Noem we eerst zonder en daarna met Henkie Boostputten. Ik moet wel even mijn Henkie snelheidsmetertje aanzetten. Kijk, we hebben nu de Henkie snelheidsmeter aangezet. Kijk. Je hoort hem al meer zijn best doen. Je hoort hem al iets meer zijn best doen. Dan is hij alsnog, omdat hij zo zwaar is, heeft hij moeite met optrekken. Oh, in 3, 2, 1. Oh, de lucht in. Ja, goed zo. Kijk, nu gaan we gewoon heel traag. Dat is een beetje het ding. En ik heb wel een Henkie Boostbutton ingemonteerd. Dus ik kan wel eventjes gek doen. En gewoon zeggen, Henkie Boostbutton in 3, 2, 1. Wow, dan ga je niet snel. Wow, maar wat is hij cool, kijk eens. Wat is hij mooi in de lucht zo. Ah, wat is hij slim een salto maken. Oké, een salto is altijd een verstandig plan om te maken. Tijdens een nieuwe droomvlucht zoals dit. En nou, dat red je makkelijk. Tot hoever kunnen wij door de stad vliegen hier? Tot hoever kunnen wij... Oh, dat gaat nog goed. Nou, dat ging helemaal prima. Oké, kijk eens. Maar ik heb natuurlijk altijd, als ik met een ding vlieg, een paar tests die ik moet doen. Alleen met een vliegtuig bedoel ik, is het een stuk moeilijker om een test te doen. Dan is het natuurlijk, wat moet ik dan doen? Zoals ik kan op de Macebank proberen te landen. Maar dit ding is volgens mij 2 keer zo groot als de hele Macebank punt zichzelf. We kunnen het proberen, we kunnen het proberen. Komt ie, ja? Let op de Macebank. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Op de Macebank. Op de Macebank. Op de Macebank. En we storten neer. Oh, nou, oké, daar gaan we. Oké, nog een keer proberen. Tegen de Macebank aan. Oké, dit kan ik, kijk eens. Dit kan ik. Tegen de Macebank aan. Oh, dit gaat al fout. Je moet tussendoor. Je moet tussendoor. Oh, je moet tussendoor. Oh, nee. Oh, nee. Oh. 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 Nee. Oh. Ah. Ah. Hey, mijn auto. Nee. Auto. Oh, nee. Ah, gelukkig laat je nog bij me. Ah, ik ben echt even misselijk hoor. Ah, ik spinde wel 300 keer voordat ik de grond raakte. Ah, autootje. Oh, je past ik hier wel onderdoor. Oh, nee.
Auw, autootje. Auw, dit had ik niet gehoopt dat dit ging gebeuren. Auw, waarom ontplofte je? Ik dacht dat ik je zo sterk had gemaakt. Auw, ik ben zo misselijk. Wacht even hoor. Ik spin echt veel te vaak. Auw, waar zijn de wielen überhaupt heen? Of de vleugels bedoel ik. Ah, dat was niet de bedoeling. Hij is wel bij me geland, dus ik kan hem op zich wel weer opnieuw monteren. Maar nou, het maakt niet uit. Kijk, is deze straat breed genoeg, denk je, om hem opnieuw te maken? Dan kan ik misschien met de Henkie Boostput hem omhoog vliegen. Maar ik betwijfel het. Het is volgens mij totaal niet breed genoeg. Of op de brug. Ja, hier ga ik hem monteren. Nou, kijk eens, ik heb hem opnieuw gemonteerd. Ik wilde het origineel op de brug doen, maar de brug was nog gewoon te klein. Hij is zo groot. En hier, kijk, hier passen die echt precies. Dus ik heb wel echt een superkleine opstijgbaan. Maar het water, dat merkte niet eens dat dat er zit. Dus laat ik dan maar weer mijn vliegschoenen gebruiken. Dat werkte niet. Kan dan ook gewoon rustig gaan hierop klimmen. Dat is misschien ook een optie. Zo, hoppakee. Nou, dat kan ook. En dan springen we in tussentijd door. Zo, en... in de auto. Hoppakee. We zijn gewoon in de auto geland. Dus laten we kijken of wij hierop kunnen stijgen. Het is een inimini opstijgbaan. Nou, hoppakee hoor. We zijn eindelijk weg. Dus laten we nu gewoon nog steeds proberen op de mazebank te eindigen. Kijk eens, ik kan dit. Ik kan dit. Ik kan op de mazebank eindigen. Dat gaat mijn grootste truc ooit worden. Mijn grootste truc ooit. Op de mazebank. 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 En... waar landen we nou? Oh, we zijn er alweer voorbij. Nou, de motor weer aan. Op de mazebank. Kom op, kom op, kom op, Henkie. Kom op, Henkie. Kom op, Henkie. En nu remmen, en nu remmen. En nu volledig remmen. Volledig remmen. Dit kan je, dit kan je, dit kan je, dit kan je. Kan je. Oh, oh, oh. We gaan achteruit, we gaan achteruit. Kom op, kom op. Ja, ja, nee, nee. Oké, kijk eens. Ik heb een tactiek, denk ik. Ik heb een tactiek om hierop te komen. Ik denk dat ik van onder moet komen. Oké, en dan nu volledig gas los moet laten. En dan... nee, we waren er bijna. Oh, we gaan inmiddels achteruit. Oh, nee. Oh, nee. Oh nee, oh jee, en vooruit. Oh, tot ziens. Waarom is het zo moeilijk om op zo'n stomme bank te landen? Waarom is het zo moeilijk om op zo'n stomme bank te landen? Zo moeilijk kan het niet zijn. Zo moeilijk kan het niet zijn. Kom op, kom op. Ja, 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 ja. Het is gelukt. We staan er, we staan er. Kijk eens, ja. En nu snel uitstappen, zodat de motor niet meer kan bewegen. Ah, het is gelukt. Ah, we zijn erop geland. Ah, wat ben ik hier blij mee. Wat ben ik hier zo ontzettend blij mee. Beter kan het gewoon niet, kijk eens. Beter kan het gewoon. Wacht eens even. Wacht eens even. Nee, 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 nee. Stop, nee, nee. Stop, niet vallen. Oh, oh, hij staat nog. Oh, er is niks aan de hand. Oh, ik dacht even dat hij ging verkieperen. Ja, maar hoe kom ik er nu ooit nog in? Hoe kom ik er nu... oh ja, wacht. Ik heb natuurlijk mijn supersprong. Dit kan ik gewoon. Ah, ah. Oké, okay, kijk eens. Ik moet erop springen. Ik moet hem redden. Hoe ga ik hier nou opkomen, kijk eens? Ja. Oké, oké, oké. Hou, 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 hou. Hij stuit het zelfs heel erg. Hij stuit het zelfs alleen maar. Oh, au. 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 Oké, ik ga je proberen te trekken. Kom op. Kom op, vliegtuigje. Oh, ja. Supersprong erop. Hoppakee. Supersprong erop, goed zo. Oké, nu moeten we een manier bedenken hoe we hem terugkrijgen. Moet ik even denken hoor. Oh, ik moet hem redden. Oh, dit is wel heel snel, kijkers. Ik weet niet of ik dit wel red hoor. Ik moet aan deze kant zien te komen. Niet vallen, Henkie, niet vallen, Henkie, niet vallen, Henkie. Oké, ja, dit gaat nog. Zien als ik naar deze kant van de punt kijk. Oh, dit is gevaarlijk, dit is gevaarlijk. Oh jee, kijkers. We staan ook echt op het puntje nu, hè. Kijk hem nou staan. Hoe komen we hier nou af? Oh, dit is zo hoog. Ik vind wel een hele, ja, een challenge dat dit gelukt is. Nou, springen. Met mijn superschoenen kan ik natuurlijk veel hoger sneller omhoog springen. De andere kant weer komen, hoppakee. Nou, alsof er niks gebeurd is. En laten we instappen en dit proberen op te lossen. Oké, we zijn ingestapt. Zetten de motor aan. Kijk eens, dit kunnen we. We staan in ieder geval prima hier. Laten we er dan maar gelijk weer uit gaan. Kom op, kom op, kom op. Oh, dat ging heel raar. Oh, ja, nou. We zijn precies weer losgekomen. Oh, jee. En er al boven langs. En vleugeltjes oppassen. Vleugeltjes niet stoten. Nou, dit ging helemaal prima. Dit ging toch helemaal prima, kijkers. Ik heb een leuk idee. Wat nou als ik bij mijn tuin land? Ah, zie ik hem op mijn huis landen. Waar is mijn huis? Moet ik even mijn huis zoeken? Hier beneden. Oh, hier is het. Hier is het huis. Ik kom naar je toe. Oh, jee. Dit gaat de perfecte landing worden. Dit komt helemaal goed. Ah, ah, ah. Au, ah. Autootje. Ben je te goed geland? Is dit een goede landing? Hij staat, zeg maar, in mijn tuin. Dus dat is goed. En de vleugel, die ligt, wow, een superschoen heb ik nog aan. De vleugel die ligt natuurlijk hier nu. Dus op zich, ik heb alle onderdelen thuis. De vleugel ligt er. De andere vleugel ligt daar. Hoppakee. En de auto zelf die ligt hier. Nou, ik zou zeggen, geslaagde missie hè. Dus laten wij dan maar gewoon lekker gauw naar binnen gaan. Ah, ah, ah. Ah, ik heb mijn superschoenen nog aan. Ah, mijn hoofd. Nou, kijk eens. Ik vond het weer een geslaagd avontuur, hoor, dit. Zulke dingen moeten we vaker doen. Behalve dan het hoofdstoten gedoe met die superschoenen. Dat deed wel echt oprecht heel veel pijn. Maar goed, kijk eens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We hebben een nieuwe motor, voertuig, vliegtuig, vleugel, ja...
hebben we hier ergens verspreid door de dinges liggen. Dus ik moet het nog even opruimen, want dit is ook niet echt netjes hoe dit nu is. De hele straat is er afgezet door mijn vleugel. Deze moet ik even proberen in mijn garage te proppen. Kijken of dat past. Nou, dat past vast wel. Maar dank jullie wel voor het kijken naar deze video, kijkers. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer allemaal eventjes. We hebben echt bijna die 100.000 abonnees. En dan spreek ik jullie later. Glaasje water, tel tot 4. Flesje bier. Like de video, 3000 likes. Doei. Yeah.